de aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet uitleggen. Dat is iets. Dat is een gevoel. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan het niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet. Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Christenhonden. Kijk, Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozen uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan hand, maar een nozen. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over, God. En God heeft alles gemaakt, hè? Het hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft allemaal gedaan, hè? Ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik... Ja, dat vind ik leuk, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen, dat is een beetje... Ik ben dan de zoon van God dan. Zet anders een raam open even. Kan toch niet, man? Maar dan ga je met van dat christentuig in discussie. En dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven. Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik een discussie gezegd, hoe weten jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is... Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is... Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. En bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. Hè? Staan zo van, dat die muur dan zegt, flikker nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man. Oei, oei, oei. Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zak vind? Allah! Allah met zijn dikke lul. Maar dan heb je van die hysterische zandmensen, die gaan heel hard op me. Allah! Allah! Dan denk ik, jongens, doe eens rustig, het is zo heet. Weet je wel. Dan gaat Allah! 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 Dan heb je van die doodsbange zandvrouwtjes met doek om mijn kop, vraagt de cameraploeg. Worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes niet denken... Oh, doe ik snel een doek om mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek om je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de hindoes. De hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo... Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo... Dan zeg je van... Hey, kom nou eens uit. Nee, nou is het mooi geweest, hè? Eruit. Hup.
Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Dan zegt ze, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor? Ik vind sukkels. Sorry. Weet je. Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels. Wat is er nou tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokken? Zijn ze weg? Wat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het de loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij, als je nou nog een keer zegt, kom ik terug en dan maak ik die kraan op, hè? Kan toch niet.